En als je dan door deze nieuwe wijk van Almelo, want dat is het tenslotte, loopt of fietst, dan voelt dat helemaal niet als nieuw. Dan voelt dat als heel vertrouwd. Maar dat komt ook denk ik omdat aan de ene kant de historische elementen prachtig zijn behouden. Het gaat hier om 34 appartementen. Het zijn de eerste appartementen in deze ontwikkeling, Almelo Indië. We zijn hier eigenlijk in 2004 echt begonnen met de bouw van de woningen. Ze staan er inmiddels nu 150. En dus nu de start van de 34 appartementen. Ruim 90% is inmiddels verkocht. En om heel eerlijk te zijn, er zijn er nog twee die nog vrij zijn. Dus als mensen nog willen kopen, dan is enige haast wel geboden. Dit is ongeveer de afsluiting van fase 1. Hierna komt fase 2. Daar zijn we nu volop mee bezig. Hier achter u komen de waterbekken. Om ook de infra wat meer impact te geven. En er komen nog wel mogelijkheden. Maar dat is de tweede fase. Daar zitten nog wat kunstenaars. Hoe lang kunnen die daar nog blijven? Nou, wij proberen dat nog wel even vol te houden. Zij zitten ook voor een deel in het stuk wat ook gewoon blijft bestaan. Zolang dat nog kan, kunnen ze daar nog zitten. En we vinden het ook leuk. We vinden het ook mooi dat we op die manier ook kunnen bijdragen. En dat we ze op die manier een plek kunnen geven. Ja, ik begrijp dat er wat onduidelijkheid is ontstaan over de Kalverstraat. Nou, ik vind het leuk om te zien dat mensen zich zo betrokken voelen. Waar eigenlijk de onduidelijkheid is ontstaan is dat er niet een wijziging van plannen is. Dat dit altijd eigenlijk al vanaf het begin af aan de bedoeling was. Wij zijn voor behoud van het industrieel erfgoed. Dat creëert ook deze wijk. Dat helpt ook. Dat helpt ook voor de toekomstige bewoners om er een mooie wijk van te maken. Dus wij proberen zoveel mogelijk te behouden. En dat gaan we ook gewoon voortzetten. Dus wij doen nog steeds volgens plan. Alleen er is iets wat ophef overgekomen, maar dat was niet helemaal terecht waarschijnlijk. Nou, als u nu ziet, dan kijkt u nu op de sheddaken die blijven bestaan. Achter u staat de watertoren die ook blijft bestaan. En als we wat verder het plan oplopen, hebben wij zelf ook als familie in geïnvesteerd. Dat is de spoelerij. Dat is ook een oud industrieel erfgoed wat wij hebben behouden. En waar we nu 18 woningen in hebben gerealiseerd. Dus wij hebben er vooral veel baat bij om juist dat oud industrieel erfgoed, om dat zoveel mogelijk te behouden. Ik ben Sebastiaan Steuteler, lijsttrekker voor de PVV in Almelo. 21 maart kunt u stemmen op de PVV in Almelo. De komende 4 jaar moet de prioriteit weer liggen bij de Almeloer, bij de financiën van de gemeente. Elke euro die uitgegeven wordt, moet er 2 waard zijn voor de Almeloer. We moeten uit de financiële malaise komen, zowel gemeente als burger. Met name de leefbaarheid en de reuring in de binnenstad. We willen zorgen voor een veilige binnenstad, winkels terug in de binnenstad. We willen zorgen dat de Almeloer weer de binnenstad ingaat, dat Almelo weer geld te besteden heeft in de binnenstad. Dat gaan wij doen door cameratoezicht te intensiveren, door meer boa's, meer blauw op straat. Over 4 jaar is het vestigingsklimaat voor bedrijven verbeterd. Dat wil zeggen minder regelgeving, makkelijker vergunningaanvraag. De prioriteit van de gemeente ligt weer bij de Almeloer. Alles wordt gedaan in het belang van de Almeloer. Cameraman, die ken ik ook wel. Goed zo. Hi, dag, Sharon Dijksma. Hallo. Nou, zullen we maar gaan zitten? Ja, natuurlijk. Goedemorgen voor iedereen die nog niet gaat opnieuw. Ik heb een verschil in grote voor stukken. Kopje koffie? Ja, koffie wil ik heel goed. Het ging niet heel als zo. Proberen van het geld wat ze betalen, iets is overhouden. Dus dat we af en toe iets leuks kunnen doen. Met kerst of met Sinterklaas of noem maar op. De ouderen. Ja. En die doen dus allerlei dingen met elkaar. Die brengen met elkaar. Mensen die dezelfde belangstelling hebben voor ons. Een welzijnsorganisatie. Dus oké. Okay. En wat is Scoop? Scoop, dat is een welzijns. Ik kom hier niet vandaan, hè? Dus, ja, sorry. Een welzijnsorganisatie. Dus oké. Okay. Want voor ons zijn de afdelingen, en zeker voor mij in Twente, heel belangrijk. De
Daar kunnen we inspiratie op doen en we werken ook goed samen. We zijn hier nu in een wijkcentrum en hebben gesproken met mensen die vrijwilligerswerk bijvoorbeeld doen in huiskamers voor ouderen die eenzaam zijn. En landelijk praten we ook op dit moment over een plan van aanpak om eenzaamheid onder ouderen tegen te gaan. Dus dan is het voor mij heel nuttig om naar Almelo te komen, om te kijken wat doen ze hier, wat kan er nog beter, hoe kunnen wij helpen. En misschien moet er dan ook wel landelijk steun komen voor gemeenten. Ik heb u gezien op een foto met minister Hugo de Jonge. Het waarvan? Ik heb heel veel momenten dat ik hem zie. Want ik heb natuurlijk veel debatten met hem. Hij is minister verantwoordelijk voor volksgezondheid. En ik ben woordvoerder zorg namens de Partij van de Arbeid. Dus dat betekent dat wij vaak met elkaar de degens kruisen. Maar wel altijd vanuit een soort positiviteit. Van hoe kunnen we ook in de zorg een aantal zaken verbeteren. En staan wij hier niet tegenover de toekomstige commissaris van de Koning in Overijssel? Nee, dat staat u niet. Het is jammer. Ja, dankt voor het vertrouwen. Maar nee, ik ben in Den Haag op mijn plek. En ik heb natuurlijk niet voor niets een plek op de lijst ingenomen. En onze fractie heeft mij daar denk ik ook nodig. Dus daar ga ik me met energie voor inzetten. Dank u wel. Ja. Ja, we willen graag een Ik ben Gesine van der Ven, lijsttrekker voor de SP in Almelo. Nou, Almelo is een prachtig mooie stad om te wonen, daar zijn we echt trots op. Maar wat er als eerste moet veranderen is dat er weer oog voor het kleine is. Dat het weer, ik bedoel, de binnenstad is hartstikke mooi, maar we willen graag dat er nu ook weer aandacht naar de wijken en de buurten gaat. Ja, 3 is natuurlijk wel een beetje weinig, maar laten we eerst beginnen met de armoede. De armoede vind ik persoonlijk echt ontzettend erg. En dat zijn niet meer alleen de mensen die leven van de uitkering, maar we komen ook steeds meer werkende armen bij. Ik noem als voorbeeld Ellen, die woont in de Riet. Die werkt bij 3 thuiszorginstellingen om maar genoeg geld te verdienen om haar gezin te onderhouden. Ja, dat soort dingen, dat is gewoon te gek en daar moeten we echt iets aan doen. Diezelfde Ellen, die helpen we bijvoorbeeld al met duurzaamheid, laten we op haar huurhuis naar zonnepanelen zetten. Dat helpt Ellen direct met haar energierekening en Almelo wordt er duurzamer van. En zo hebben we enorm veel wat kleinere plannen die de mensen direct helpen. Ja, nou wat wij natuurlijk willen is dat niet alles van dat de gemeente alles bepaalt, maar juist de buurten en de wijken, dat is van de mensen zelf. Dus als daar ideeën in leven wat hun nodig hebben, dan vind ik dat de gemeente daar absoluut achter moet staan en dat moet ondersteunen. Ik bedoel, laten we het weer over Ellen hebben. Als bij hun in de buurt dat speeltuintje oud is en ze hebben een goed plan wat daar moet komen voor de kinderen of de jongeren die daar zijn, ja, dan moet dat gewoon kunnen. En dan moet dat niet zo moeilijk zijn dat dat in het gemeentehuis allemaal bedacht moet worden. Het moet gewoon simpeler, dichter bij de mensen. Nou, wat ik natuurlijk absoluut hoop is dat er geen mensen meer in armoede wonen. Dat mensen vol trots in Almelo kunnen leven en werken en hun vrije tijd besteden. En ik hoop ook dat de politiek wat dichter bij de mensen is gekomen. Dat wij niet meer die rare lui zijn in het gemeentehuis, maar dat wij gewoon lekker in de wijken en in de buurten zijn. En dat we gewoon met elkaar Almelo hartstikke mooi maken en houden. Bijstand. Ah, wat is fraude? Nou ja, als je werkt naast je sociale dienstuitkering, naast je bijstanduitkering, dat is fraude. Ik vind zelfs, maar ik zei dat je als je een uitkering hebt en je hebt werk, dan moet je die uitkering kwijt en dan moet je daar een loon voor hebben. Ja. Ja, maar ik vind het nog veel erger, je moet een basisinkomen invoeren. Voor de bijstand geldt een verplichting tot een tegenprestatie, tot het leveren van een tegenprestatie. En dat is wat anders dan werk. Nou, daar ben ik dus valikant op tegen, want als je een uitkering hebt en je moet werken daarvoor, dat vind ik gewoon belachelijk, want het verdringt werk wat er is. En daar zou je dus in plaats van dat je zegt, je hebt een uitkering, dus je moet werken, moet je zeggen, weet je wat, we hebben werk voor jou, je krijgt daar een salaris voor, dan ben je uit de uitkering. Ook het bestuurders kosten geld, 4 wethouders is voldoende. Ja. Mag ik in de vasting? Harry, ja, helemaal mee eens. 4 wethouders, 5 wethouders zijn veel te veel, 4 wethouders. En misschien kunnen we het in de toekomst ook wel met 3 wethouders af. Ja, dit is natuurlijk een van onze stokpaardjes, maar
Bestuurders kosten geld. Nee, ondeskundigheid kost geld. Dat is veel erger. De vorige keer ging het over 4 wethouders, maar toen kwam er toch weer een tweede CDA-wethouder bij, hè? Ja, dat was inderdaad de vorige keer wel het geval. Gaat ons dat nu weer overkomen? Je hebt straks een nieuwe situatie, dus een nieuw college komt er. En volgens mij moeten we het aan hen overlaten en aan de nieuwe raad wat zij daarvan vinden. Zo is het, dat is het democratische, dat is hoe het democratisch bij ons geregeld is. En als we straks een meerderheid van de raad hebben die zegt we moeten naar 5 wethouders. Ja, dan gaan we naar 5 wethouders, dat is een democratisch besluit. Dan kunnen we dat financieel wel anders doen, hè? Je kan, ja, wacht even, je kan zeggen dat we 5 wethouders, nee, maar dan wel 80%. Ja, ben ik het absoluut niet mee eens. Nee, maar dan houden ze zelf uitgaven. Nee, ben ik het niet mee eens. Die mensen gaan geen part-time werk doen. Meneer Sielman, ik ben het met u eens. Ik kan het best wel vinden. Nou, omdat die mensen, wat denk je nou? Dat ze na 32 uur zeggen van jongens, ik ga naar huis? Dat is het werk van een wethouder niet. Wat ik graag zou willen is dat wij hier met z'n 5 hier nou staan en allemaal mooi natuurlijk kunnen tetteren en een beetje voor kunnen zeggen, we gaan naar 3. Ja. Met 3 ga je geen stad besturen. Dat is met binnen de portefeuille, de programmasturing is niet. Als ik in mijn zin af mag maken, meneer Stark. Ik vind dat we dat over moeten laten aan de nieuwe raad die er straks zit. Wanneer bent u voor het laatst bij de AZC geweest? Nou, ik heb gesproken met buurtbewoners daar. En er zijn oude vrouwen die s'avonds de hond niet meer uit durven laten. Oh. Omdat ze worden uitgescholden, worden aangesproken mensen daar die geen binding hebben met onze stad. Er is totaal geen overlast van dat AZC. Jaren. Gaat u daar wijken in, meneer Stark? Beste mensen, ik woon zelf op een paar honderd meter afstand van hetzelfde AZC op Marsumse straat. En Bastiaan Steutelen, ik heb geen enkel, maar dan ook geen enkele aanleiding om te vermoeden dat er ongeregeldheden of wat dan maar in de straat, in mijn straat, in onze buurt, in Almelo plaatsvinden. Dus ik wil heel graag dat u stopt met zo'n tweedeling te creëren, maar ook een probleem te creëren en vooral angst te zaaien in deze mooie stad. Ik ben Bert Hummels van Leefbaar Almelo. Het mooiste zou zijn als er wat minder armoede was, wat meer werkgelegenheid, een betere duurzaamheid en een goed sport- en cultuurbeleid. Ja, en er is nog veel meer, maar duurzaamheid, werkgelegenheid, armoedebestrijding. Nou, en wat ik ook nog wel belangrijk vind, en dat is een wat ander onderwerp, de regionale samenwerking. Daar mankeert wel het een en ander aan. We krijgen allerlei rare berichten. En we doen alsof we het heel belangrijk vinden en we doen ondertussen niks aan. Dat geldt voor duurzaamheid net zo trouwens. Ja. En hoe zie jij dat? Hoe wil jij die duurzaamheid veranderen? Hoe wil je dat vorm gaan geven? Nou, bijvoorbeeld bij alle nieuwbouwprojecten al zorgen dat de goede isolatiemaatregelen, maar ook zonnepanelen en andere alternatieven meegenomen worden. En wat heel belangrijk is, en met name bij de doelgroep die het moeilijk heeft, ook zoveel mogelijk isolatiematerialen aanbrengen. En dat moeten met name de coöperaties doen. Want dan kun je de woonlasten voor mensen naar beneden brengen. En dat is ook belangrijk, want betaalbaar wonen is voor ons ook nog wel een belangrijk item. De leeftijd van alle raadsleden die is 4 jaar hoger en dat is al verschrikkelijk hoog, dus dat wordt een dikke puinhoop. En wat er echt veranderd is, wat ik hoop, is dat er minder armoede is. De scharrelkids van het IVN waren zondag druk bezig voor de vogels bij het tijdelijke natuurhuis aan de Delderse straat. Ze zijn hier voederbakken en vogelhuisjes aan het timmeren. En voor vogels die... En wat doe jij hier dan? Ik help hier een beetje, ik loop hier rond en dan help ik met timmeren. En ik ben een soort van hulpleider in opleiding. De kleine spijkers zijn het lastigste. En, maar dan timmer ik een beetje voor en dan... help ik met hun met de hamer vasthouden, de allerkleinste. Ik ben aan het timmeren en ik maak een voederplankje. En is dat moeilijk, timmeren? Ja. Maar kunnen vogels zelf dan niet een nestje bouwen? Ja, maar we helpen ze dan om een beschutte plek te vinden. En wat eten die vogels dan? Zaadjes. En wormen. Vind je dat niet eng, wormen?
Jawel, dat is echt glibberig. Dat zijn wel glibberige dieren. En die voederbakken dan? Ik dacht dat ze wormen aten en zo. Ja, maar in de winter is het een beetje te koud voor de wormen ook. En dan kun je daar voedsel in doen, net zoals, vetbollen. Ze kunnen nu in het hert geen eten zoeken, omdat het heel koud is. Vind je vogels belangrijk? Ja, ze zijn wel heel goed voor de natuur en zo. Ze ruimen heel veel dingen op. En zorgen voor dat insecten ook, dat je daar niet al te veel last van hebt, vaak. Er is Ranja en wat lekkers, dus jullie mogen deze kant op komen. Wow. Je mag ook baas. Wil je jullie wat leren? Nee, ook niet. Gaan jullie maar weer mee. Wat is dat dan? Ranja? Kom maar hier, dat is Ranja. Ik ben Huub Isendoor van Democraten Nu. Nou, het allerbelangrijkste dat er veranderd is dat de overheid minder geld aan zichzelf uit gaat geven. Dat is het allerbelangrijkste. Dan ontstaat er weer ruimte om nieuwe investeringen te doen in de stad. En de investeringsagenda van Almelo staat nu op nul. En dat is niet goed. Ja, een belangrijke punt is dus, we willen naar een kleinere overheid. We willen onmiddellijk stoppen met, of zo snel mogelijk stoppen met de inhuur van de externe inhuur van ambtenaren. Dat, daardoor ontstaat er een structurele vrijval in de begroting die anders aangewend kan worden. Dat is het allerbelangrijkste punt. Wat er nog meer moet gebeuren is dat er een nieuw zwembad komt. Het zwembad is afgeschreven in 2020. Dus geld zit in principe in de begroting en dat moet daarin blijven. Daar willen we echt voor elkaar boksen. Dat is ook belangrijk omdat schoolzwemmen voor ons een belangrijk punt is. En een ander belangrijk punt is natuurlijk de binnenstad. Er moet gezelliger, er moet een goede, veelzijdige warenmarkt komen. En niet te vergeten, en dat is wel heel belangrijk en daar willen we echt aan gaan werken, is dat die vereenzaming die onder ouderen optreedt, dat die wordt tegengegaan. En dat moet, en de hele administratieve rompslomp in de zorg moet verdwijnen. Dat is beter voor de ouderen, maar het is ook beter, denk ik, voor de mantelzorgers. Nou ja, die vereenzaming van de ouderen die wordt dan tegengegaan. Dan zijn er maatregelen genomen om dat te verminderen. Dat geeft meer lucht aan de mantelzorgers, dat willen. En er is een begin gemaakt met de bouw of de ontwikkeling van een nieuw zwembad. Volle overtuiging weer kunnen gaan vervullen. Dus dit was de weg die zijn we ingeslagen. En is dat dan de meest slimme weg? Nou, dat was wel op dat moment de enige mogelijkheid. En bij de laatste begrotingsbehandeling is er ook geen ruimte gevonden om nog eventjes dit soort geld structureel in de begroting op te nemen. Meneer Geerding, nummer 2 op de lijst van CDA. Ja. Hoe kwam dat zo? Nou, ik heb mij beschikbaar gesteld voor deelname aan de raad. En het bestuur van het CDA heeft daar een keuze in gemaakt. Die hebben besloten mij op positie 2 te zetten. Nou, dat is niet niks. U komt eigenlijk van uit het niets en dan zo in één keer op 2. Heeft dat een reden? Hebben ze plannen met u? Nee, voor zover ik weet niet. Ik heb gewoon meegedaan in de hele race en ze hebben mij op 2 gezet. De overwegingen van het bestuur, die weet ik niet. Ja, ik dacht dat u misschien in aanmerking zou komen om eventueel wethouder te worden. Maar ik heb geen enkele ambitie om wethouder te worden. Ja, dan lijkt me ook een beetje lastig, want dan zou u met de vroegere collega's weer in de slag moeten. Ja, nee, maar dat is ook niet aan de orde. Ik heb die paar jaar dat ik hier, of 6 jaar, die met veel plezier gemeentesecretaris ben geweest, heb ik me voor de stad in kunnen zetten. En ik vind het nu ook lang genoeg geleden geweest om me nu op een andere manier voor de stad weer in te kunnen zetten. Dus ik ben heel blij dat ik een kans krijg om dat in de gemeenteraad te doen. En heeft u daar tijd voor? Ik maak daar tijd voor. Tijd is altijd prioriteit. Hè. Je kan zeggen, ik heb nergens tijd voor, maar hier heb ik tijd voor en hier ga ik ook zeker tijd voor maken. Mag ik vragen, wat u dagelijks doet? Ja, ik ben in het dagelijks leven tegenwoordig, zoals dat zo mooi heet, interim manager in de zorg. Wat ik probeer te doen is bedrijven waar het niet zo goed mee gaat, om die weer een beetje uit, met name de financiële of organisatieproblemen te halen. Mooi. Wat verwacht u? Hoeveel mensen komt het CDA in de raad?
Nou ja, we moeten natuurlijk mikken op zijn minst behoud van de zetels. En misschien er eentje bij. 6-7 zetels zou mooi zijn. Daar wens ik u veel succes mee. Ja, graag gedaan. Dank u wel. Het kinderkoor van de Vrije School is al maanden aan het repeteren voor hun aandeel in de Matthäus Passion op 16 maart in de Grote Kerk. Spannend vinden ze het. Bijzonder, een kinderkoor in de Matthäus Passion. Hoe, ja, en jij mag het instuderen. Hoe ervaar je dat? Ik vind dat heel erg leuk. Vooral omdat het de tweede keer is dat we dat doen. We hebben vaker met het koor meegezongen. En deze keer is de groep ook groter geworden. 26 kinderen die meedoen. Dus het enthousiasme neemt toe naarmate wij vaker gevraagd worden. En het is feest. Ze weten ook vooral dat die uitvoering een echt feestelijk iets is. En daar verheugen ze zich op. Ja. Ja. Nou, ze vinden het ook wel spannend hoor ik. Ja, ze vinden het spannend. Natuurlijk vinden ze het spannend. En we oefenen met kijken naar de dirigent en goed opletten en op tijd inzetten en zo. En we zien altijd, ook met de generalen en met de uitvoering zul je het ook zien, dat ze dan toch wegkijken en niet meer letten op de dirigent. Maar omdat ze met z'n 26 zijn, gaan ze dat ook wel redden. Dus ze ondersteunen elkaar ook. Hoe is het eigenlijk om mee te doen met de Matthäus Passion? Ik heb het nog niet eerder gedaan, maar het lijkt me wel heel leuk om te doen. En het is ook wel spannend. Hoezo spannend? Omdat je gaat zingen met twee grote mensenkoren en dan moet je helemaal dwars doorheen zingen. Inderdaad, dwars doorheen. Hè? En hoe gaat het nou? Want jullie zijn nu aan het repeteren, hè? Ja. Het gaat een beetje, we oefenen zin voor zin. En je vraagt soms, wat betekent die zin? En dan weten jullie het? Dan weten we het wel. En dan kunnen we het ook... Ik kan het dan tenminste wel beter zingen, omdat ik weet wat het betekent. En hoe is dat nou, dat oefenen? Zin voor zin. En dan zingen we het een keertje samen. En dan legt juf ook uit wat de zinnen betekenen. Ja. En maakt dat wat uit, dat je weet wat je zingt? Dat maakt het wel fijner. Ja. Want het is natuurlijk een vreemde taal, hè? Ja. Zing je thuis ook? Doe je muziek? Ik speel piano. Hoe kijk je daarnaar uit, naar dat zingen in die grote kerk? Ja, het lijkt me wel spannend, maar ik heb al wel een keertje eerder met de DM meegedaan, dus... Opvallend aan dit beeld van Eja Siepman van den Berg is de supergladde afwerking. In die afwerking ligt waarschijnlijk de aantrekkingskracht van haar werken. Meestal kiest de kunstenares voor de klassieke torsovorm, waarbij armen en hoofd ontbreken. Woensdag 21 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen, ook in Almelo. Gaat Almelo jou aan het hart? Ga dan stemmen. De gemeenteraad die in deze zaal vergadert, gaat over het leven in Almelo. Gaat over sport, gaat over veiligheid, gaat over bouwen en gaat over wonen. En gaat dus eigenlijk over jou. Dus doe mee en ga stemmen op 21 maart.
Stemmen heeft altijd zin. Want als jij niet stemt, laat je anderen bepalen wat er in de gemeente gebeurt. Doe dus mee en ga stemmen op 21 maart aanstaande. En heb je nog geen keuze kunnen maken? Kijk dan op almelo.kieskompas.nl en kijk welke politieke partij het beste bij jou past. Ben je benieuwd naar de uitslag? Kom dan 's avonds op 21 maart hier achter mij in het stadhuis en kom kijken en luisteren naar hoe de verkiezingsuitslag in de gemeente Almelo is geworden. Ik praat recht, jij praat krom, maar dat is toch niet zo. Stomdronken zijn wij allebei, we draaien om de hete brei. Als jij daar staat op de stoep, dan ben ik zo blij. Ik heb je toch weer kunnen lokken, ja. Ik voel mij aangetrokken tot zo'n grote niets net als jij. En het licht mag niet te veel, een muziekje. Onderuit
gezakt. Op de bank alweer een pootje aan de drank. Eindelijk weer mij mijn zitten wij dan zij aan zij. Wel al heb je dan niet echt een vak, ik voel mij wel op mijn gemak bij zo'n grote niets met als mij. Heeft geen begin, een zijstraat uit en een dwarsstraat in. We rollen wat door de woestijn, thuis is de wereld tenminste klein. De onderwerpen trekken tot de ochtendzon voorbij. Ik wou niet dat het anders was. Ja, ik voel mij in mijn sas bij zo'n grote niets getal. Hij doet niks, dat is niet niks. Wij zijn niks verplicht. We zijn wel leuk, dat is wel leuk. Het is wel een leuk gezicht. We zijn niet gek, dat is niet gek. We doen nooit gek genoeg. We zijn het eens, laatst vroeg ik eens. Wordt het nooit eens te vroeg. Ik praat over mijn laatste droom. Maar van die wiet hoor je best wel. Ik praat over mijn laatste droom. Wel even opletten, jullie wietrokers. Ik praat over mijn laatste droom. Maar van die wiet hoor je best wel. Dat is voor jou geen bezwaar. Daarom begrijpen wij elkaar. Je zult tenminste wel aan mijn kop. Bij jou voel ik me vrij. Ieder op zijn eigen krent. Ik voel mij in mijn.